Met het ondertekenen van een intentieverklaring hebben de defensieministers Krishna Kumari Mathura en Ank Bijleveld-Schouten van Nederland groen licht gegeven voor het verder versterken van het Surinaams defensieapparaat. De Nederlandse minister zegt dat beide landen hieruit vruchten moeten plukken. We hebben nu afgesproken dat we met name kijken naar hoe kunnen we een professionaliseringsslag maken op dat personele capaciteit, omdat we Suriname dat een belangrijk punt vond, ook als ze naar de eigen manier van staan kijken. En Suriname heeft het wat eigenlijk nu denk ik goed aangegeven wat u wilt zijn, wat de problematiek is en hoe we dat gaan doen, dat gaan we nu in de komende tijd gewoon ook afspreken. Minister Mathura zegt dat zij de komst van haar collega enorm op prijs stelt en dat het de bedoeling is dat de verklaring wordt omgezet in echte handelingen. We moeten goed kijken naar de organisatie van het leger, de dreigingen die er zijn, de problemen die er zijn in Suriname en waar Defensie Suriname op moet gaan inspelen. En door te trainen in onze mensen, door de organisatie te versterken, kunnen we daadwerkelijk ook een bijdrage leveren aan efficiëntie van het leger. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie. Beide defensieministers willen dat het jungle trainingsuitwisselingsproject dat in het verleden werd uitgevoerd, weer op gang komt. Als het aan Bijleveld-Schouten ligt, gebeurt het dit jaar nog. Mathura wil verder met de regering praten over andere verdragen die gesloten kunnen worden om de banden tussen de twee landen te versterken. De beide bewindslieden hebben ook een bezoek gebracht aan de Memerebuku-kazerne, waar de militaire kapel nieuwe muziekinstrumenten in ontvangst mocht nemen.